Everybody dance now. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. Dagelijks HD. Leuk als je weer kijkt naar een nieuwe Akinator. Ik moet even het licht aandoen en... Damn! Het zijn de kleine beetjes die het doen in het leven. Ken je dat van die mensen die altijd zeggen van... Het zijn die kleine beetjes die het doen in het leven. Zo van pak even die poep met je handen van de stoep. Waarom? Het zijn die kleine dingetjes die het doen in het leven. Of zo van geef die jongen nou eens een compliment. Waarom? Het zijn die kleine dingetjes die het doen in het leven. Dus jij zegt dat ik moet liegen omdat de kleine dingetjes het doen in het leven. Ja. Want het zijn de kleine dingetjes die je doet in een leven. Buh! Soms heb ik daar gewoon een hekel aan. Maar waar ik nooit een hekel aan heb, zijn de reacties van vorige week, donderdag 7 uur, in de vorige Akinator. We beginnen met de eerste, die is van Luc Kremers en die zegt... Milan leidt aan Akin. Akinator kan ik niet. Ah. Goed. Goeie reactie, man. Fucking Luc. Of wacht, anders deze reactie. Van David Zorgen. Je leidt onder kin. Kijken kan ik niet. Aangezien Katniss Everdeen niet blond haar heeft. Nou, sorry hoor. Dat ik geen Hunger Games expert ben. En dat ik niet Katniss Everdeen goed wist uit mijn hoofd. Godverdomme. Maar, ik maak me geen zorgen. David. En van de ene slechte grap ga je naar een andere slechte grap. En van de ene slechte reactie ga je naar een andere slechte reactie. Namelijk deze. Van Milan Otgaar. Die zegt, zoek porno... Wacht even. Wacht. Milan Otgaar. Leuke naam. Zoom even in op dat plaatje. Wat de hel? Je bent 9? 10 misschien? Hoe de fuck weet jij over een pornoster Bobby? Wat de hel? Waar zijn jouw ouders, Milan Otgaar? Waar zijn jouw fucking ouders? Of zit jij op RTL gemist een beetje die Bobby Aiden show terug te kijken? Maar, dat even terzijde. Hoe je het went of keert, ik ken een man die heet Geile Geert. Hey. Want Geert, jij houdt wel een beetje van porno, of niet? Geert moet ook weten hoe ze eruit ziet als ze met een grote dikke worst in aanstaat. Nou, Geert. Ja, dat dacht ik wel, ja. Maar even over naar de volgende reactie. En die komt van Mr. Fix Snor. Die zegt... Katniss is getrouwd met Pita of Peta of... Ja. Sinds de tweede film, my god. Mr. Fixnor, als je mij wilt verbeteren, is dat prima. Maar sluit dan niet af als een fucking wijf. Want je komt vet cool over met... Katniss is getrouwd met Pita sinds de tweede film. En dan daarachter een of ander 10-jarig wijf dat je wordt... My god. Katniss is getrouwd met Pita sinds de tweede film. My god. God. Maar dat allemaal even terzijde. Laten we gewoon beginnen waarmee we moeten beginnen. En dat is Akinator. En we beginnen met dat je neem. Godverdomme gloeiende, ik kom niet in mijn woorden. We beginnen met een reactie van Famke Chiara. En die zegt, zoek ome Willem. Nou Famke, ik ga deze ome Willem even zoeken. In alle hoeken. Op mijn tractor met Akinator. Zo. Is je personage van het vrouwelijke geslacht? Nee. Woont je personage in Nederland? Ja. Is je personage momenteel ouder dan... Ja. Is je personage bekend met zingen? Nou, ken jij deze nog? Luister even wat ik vraag. Luister even wat ik vraag. Dus op zich, ja, hij was wel aan het zingen, maar hij is niet echt... per se bekend van het zingen. Dus ik zeg waarschijnlijk wel. Is je personage homoseksueel? Nee. Is je personage momenteel meer dan 50 jaar oud? Ja. Is je personage dood? Nee. Is je personage gelinkt met sport? Nee. Speelt je personage in een kindershow? Ja. Is je personage een clown? Nee. En draagt je personage een hoofddeksel? Ja, zeker deed hij dat. Hij deed dan gewoon zo en dan had hij hier zeg maar... Oh, mijn Willem, en dan de film van oh, mijn Willem. Nou ja, je weet het wel. Maar dit ziet er niet uit, joh. Damn. Maar hey, dat terzijde, ik keek het vroeger en jij waarschijnlijk ook en dat is hartstikke leuk, dus ja. Heeft je personage een baard? Nee. Heeft je personage een zoon? Nou, niet ome Willem zelf. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk een echte naam en hij speelt ome Willem. Maar als ome Willem heeft hij geen zoon? Nee. Is je personage een mens? Ja. Is het personage een duo? Nee. Heeft je personage echt bestaan? Ja. Is je personage beroemd dankzij de televisie? Ja. Heeft je personage een kat? Nee. Komt de naam van je personage voor in de titel van een televisieserie? Ja. Heeft je personage een zus? Nee. Is je personage een zeerover of piraat? Nee, het is niet Piet Piraat. Het is ome Willem. Is je personage homo? Heb je al gevraagd? Nee. Is hij een drummer? Ja, hij ging dus drummen. Dus eigenlijk ja. Was je personage beroemd in de jaren 80? Ja. Ziet je personage je kinderen nog?
dit is helemaal niet interessant. Weet ik niet. Ik denk aan Edwin Rutten. Het is ome Willem. Akinator. Goed gedaan. Maar we zijn nog niet klaar, want we weten zeker dat Akinator deze niet gaat raden. Namelijk, Bram van der Zanden heeft gereageerd en die zegt... Milan zoekt geile Geert van Boer zoekt vrouw. Like, zodat Milan dit ziet. Ik heb geen idee wie de fuck Milan is. Ik hoop dat hij het heeft gezien. 417 mensen hebben dit geliked, dus ik moet geile Geert wel zoeken, jongens. Ik heb geen keus. En als je afvraagt wie de fuck is geile Geert, luister dit maar. Ik ben Boer Geert en ik ben zo geil als margarine. Jongens, ik kom het runnen, stop en Geile Geert is bekend geworden via Boer Zoekt Vrouw. En hij is op tv een beetje geschetst als oversekste opa. Maar nou is hij boos op tv omdat hij zegt dat het niet zo is. Maar weet je wat? Dat boeit ons geen fuck. Wij gaan gewoon op zoek naar Geile Geert. Is je personage een meisje? Nee. Komt je personage uit Nederland? Ja. Is je personage momenteel ouder dan 30 jaar? Ja. Is je personage momenteel meer dan 50 jaar oud? Nou, ik heb geen idee, maar als je kijkt naar dat plaatje, dan denk ik van net wel of net niet. Of hij zal 50 zijn. Ik zeg waarschijnlijk wel. Is je personage zanger? Ik ben zo geil, ik ben zo geil, ik ben zo geil als een suikerklontje. Laat me slaan, laat me likken aan je kontje. Nee. Werkt je personage momenteel voor de televisie? Momenteel niet. Hij is wel veel in de media, maar hij werkt er niet voor. Is je personage gelinkt met sport? Nee. Is je personage een politicus? Nee. Is je personage beroemd dankzij de televisie? Ja. Speelt je personage in een kindershow? Nee. Treedt je personage op een podium? Op een podium? Nee. Heeft je personage een bril? Ja. Werd je personage bekend door het internet? Nu misschien. Hey, Geert, als je kijkt. Hallo. Sorry dat ik dit doe, maar... Oké, fuck it. onder andere, maar nee. Is je personage dood? Nee. Heeft je personage een accent? Ja, Geert, die komt uit Groningen. En in Groningen heb je een accent. En hij wil een beetje een accent. Ja, maar hij is ook naar Moer. En dan komt ook nog uit Grun. Grun is geloof ik. Dus kom je met hem hier praten? Kom je met hem hier, lekker wifi, hè? Lekker boerinnetje van me. Hè? Dus ja. Heeft je personage wit of grijs haar? Ja. Is je personage gelinkt met koken? Dat is leuk dat ze dat zeggen, want hij heeft in het programma wilde hij geen broodjes smeren, terwijl hij zegt dat hij dat wel heeft gedaan, maar in Boer Zoekt Vrouw zegt hij van ik laat vrouwen graag mijn broodjes smeren of zoiets, iets in die richting. Dus hij, op zich is hij gelinkt aan koken. Op zich is hij gelinkt aan koken, maar ik doe waarschijnlijk wel. Heeft je personage donker haar? Nee. Is het televisieprogramma waarin je personage voorkomt nog steeds op tv? Ja. Voetbalt hij in Rusland? Nee. Kan je je personage elke dag zien op televisie? Nee. Is jouw personage de bloedbroeder van Winnetou? Wat? Ik denk het niet. Is je personage door jezelf gecreëerd? Nee. Is je personage Tsjechisch? Nee. Verschijnt je personage in Dexter? Nee. Ik denk aan Geert van Boer Zoekt Vrouw. Hij heeft hem geraden. What the fuck? Oh my god. Gast, Akinator weet fucking alles, man. Hoe de fuck kan dit? Serieus. Wat de hel? Wat de hel? Tot zover geile Geert. Wil je nog wat zeggen, Geert? En Geert moet ook weten hoe ze eruit ziet als ze met een grote dikke worst in haar staat. Nou, dat is wel genoeg, hoor. Homa. Voor de mensen die hem snappen tenminste. Homa, het is genoeg. Ik zie jullie graag volgende week donderdag om 7 uur bij een nieuwe Akinator. Tot dan. Peace, plinks en plonksplanks. En één ding weten we zeker, ze heeft twee grootste talenten van heel Nederland en dat zijn deze twee. Oh, twee grote talenten. Nou, oké.